Een grijze middag in het begin van mei. Een klein café, au voyageur geheten. In wolkenrook rijdt soms een trein voorbij. Wat doe ik hier? De hemel mag het weten. Van de oude dromen die ik dacht vergeten, voel ik de vleugelslag opeens nabij. Reeds deze morgen wist ik mij bezeten. Is het de lente? Of ligt de schuld aan mij? Sedert de tijd dat ik kan lezen en schrijven, kon ik nooit rustig in een kamer blijven. Nu ben ik alleen maar thuis in de natuur. Of in een koffiehuis. Ik kan niet leven met vaders, moeders, zusters, nichten, neven. Soms met een vriend. En voor een enkel uur.